Hey gasten, leuk dat jullie weer kijken. Dit is de FIFA Experience en vandaag gaan we weer verder met Zuid-Amerika. De vorige keer waren we dus heel lullig eruit gegaan. EA faalde weer een keertje. We hebben nu gewoon de groepsfase even snel doorlopen, dus daar gaan jullie nu een goalcompilatie van zien. Smiling at the state troopers, I'm freestyling right now, ask my producer. In the club popping bottles and I'm smoking good, dude. Lost 20 grand and I'm still in a good mood. Cause I'ma make it back then, I'ma make it trapping. If I don't make it rapping, I'ma make it happen. I'm in a great mood, but don't start me. Leave you tied up in a little kid's car seat. Midwest, say I'm sick, West Coast gnarly. Whole family with me, called a shit Mario Party. We in the club, I got a pocket full of Bob Marley. 20 blunts a day like the shit is fucking parsley. Got my boy Vince singing like straight Gnarls Barkley. Me, I'm a player, call me young Charles Barkley. Homie, this that good music, do what you want to it. Front to it, stunt to it, roll a big blunt to it. This that perp music, that go to work music. Yeah, this that chirp music, homie, you should chirp to it. East Coast, love me down south, swag and surf to it. Midwest, head bob and Cali boy, surf to it. This that perp music. Oké, nou dat was dus de goalcompilatie. Ook dat jullie nog een paar mooie goaltjes tussen zaten. Wat we nu gaan doen is gewoon even nog de drie standaardpakketten openmaken en een pack van 5k. En daarna gaan we de knockout fase doorlopen. Ik ben natuurlijk gewoon team van Zuid-Amerika. Dus even kijken wie we als eerst vinden. Ik sla het even een beetje over, anders duurt het wel erg lang. De eerste is Ramos, goede spits, 79 algemeen. Maar ik denk niet dat we hem gaan gebruiken omdat we Aguero en Sanchez hebben voorin. Maar zeker een goede, want hij heeft 86 snelheid en 86 koppen. Eigenlijk een perfecte spits, lengte en snelheid. Goed voor ons tweede team. Oké, dan gaan we even snel door naar de volgende. Misschien krijgen we nog een man of the match ergens. Gago, die hebben we al helaas, dus die kan gelijk weg. Ook niet goed genoeg voor ons team, want daar hebben we Mascherano centraal verdedigend, 84 algemeen en Medel, 80 algemeen. Medel is trouwens ook upgraded, die was eerst 79, dus is weer beter geworden. Dus jullie doen natuurlijk goed, maar niet zo goed tegen Nederland, terwijl ze 2-0 van verloren. Oké, we gaan even kijken wie we nu krijgen. Het is Spahic. Nou, daar hebben we ook niet zoveel aan, want met het Europese team zijn we natuurlijk al, hebben we al de finale gehaald en gewonnen. Maar wel de verdediger. Oké, dan gaan we nu het 5k pakje kopen. Kijken of we hier nog een goede speler zien. Ik hoop eigenlijk op een Neymar of zo. Maar dan zouden we waarschijnlijk wel weer heel onze formatie moeten omgooien, omdat die natuurlijk een linksbuiten is. Maar ja, we zullen wel zien. Kijken wie. Guemo. Lulic. En de rest hebben we allemaal dubbel. Fanny, Sifakis, Seferovic en Duarte. We spelen nog steeds met hetzelfde team zoals je kan zien. Dus let's go. Even kijken wat voor team die heeft. De laatste 16 dus. 84 algemeen, 100 chemistry. Joachim Leu. Die wordt vaak als manager gekozen. 4-4-2, net zoals ons, alleen met 2 CM's. Ik zie al Diego Costa, Lukaku. Ik zie Hazard, die natuurlijk upgraded is. 92 maar liefst. Oftewel, een lastige tegenstander, maar wij moeten vast wel iets terug kunnen doen. Let's go. Oké, daar gaat Cuadrado. Die moet even de achterlijn halen en nu een goede voorzet leveren. Ja, ja, die komt aan en Aguero maakt de 1-0. Mooi goal. Goede voorzet van Cuadrado. Precies op Aguero en nu hoeft hem alleen maar binnen te koppen. Nee, niet Sanchez. En die doet een mooi lopje. Gaat hij erin? Ja hoor, dat is de 2-0. Het gaat prima. Eerste helft al 2-0. Mooi goal van Sanchez. Aguero liep net wel buitenspel, maar die deed niet mee. Gaat hem afleggen. Ah, wat een kut goal. Lukaku. Ben je een sweaty goal? Beetje jammer. Sanchez. En nu wel hoor, ja, dat is de 3-1. Mooie actie vooraf met Medel. Een paar schijnbewegingen, paas de bal naar Sanchez en die schoot hem prima in de hoek. Oké, we gaan de rust in, 3-1 voorsprong, gaat prima. Ja, dan gaat Sanchez met lopje, ja, doet hij prima hoor. 4-1, voorzet van Rodriguez naar Dante. Dante kopt hem erin, ja, 5-1.
Die gaat wel erg hard. A la Nederland, 5-1 Spanje. Oké, en dat was de wedstrijd. 5-1 maar liefst gewonnen. Was een makkelijke pot, ging er gewoon goed overheen. Dus ja, we kunnen ons op gaan maken voor de kwartfinale. Dat kan een spannende pot worden. Louietje van Gaal, Boorde 1-82, 4-3-3. In ieder geval geen 5-3-2. Welbeck, Sturridge, Pedro, Matuidi, Pogba, Iniesta, Pepe, Boateng, Antunes, Abate en Abdul Courtois. Oftewel een redelijk goed team. Maar ik vind dat ons team eigenlijk wel beter is. Dus we zijn eigenlijk gewoon verplicht te winnen. Maar ja, je weet maar nooit, hè. Ga gewoon hopelijk een goede pot spelen. Bring our A-game. Let's go. Daar gaat Pedro al. Nou, shit. 1-0 achter al, door Sturridge. Daniel Sturridge. Moeten we even wat verder erop gaan zitten. Oké, Cuadrado. Ja. Cuadrado schiet. Nou, Aguirre dan. Ja! Nee! Buitenspel! Ah! Ik dacht, ja. Ah, na. Wat een ongeluk, zeg. Oké, nou, we gaan de rust in. Een 1-0 achterstand. We gaan waarschijnlijk wat aanvallende spelen. Want ja, hij zit een beetje achterin rond te tikken soms. En hij probeert nu al tijd te rekken, wat eigenlijk al heel triest is. Dus ja, we gaan gewoon proberen om die 1-1 die gelijkmaker te maken. En dan moeten we gewoon eroverheen gaan. Oké, daar gaat Aguero. Aguero. Ja, en dat is de 1-1. Eindelijk. We hebben lang moeten wachten, pas in de 65e minuut. Maar ja, Aguero 1-1. Dan moet hij gewoon strak erin. Prima geschoten. En nu kunnen we eindelijk door. Nu hopen dat hij een beetje naar voren gaat. En dat hij meer opening naar achterin meer gaten gaan vallen. Zodat we kunnen scoren. Dat is niet snel genoeg. Ik zie Sanchez de eerste paal. Kan hij hem bereiken? Ja, hij komt erin. Ah, maar goed, was dat ook in de goede hoek. Helaas. Oké, we gaan de verlenging in. 1-1 is gelukkig nog geworden. We konden nog scoren. Maar ja, hij heeft alsnog. Hij speelt heel verdedigend. En hij moet het echt hebben van de counter. Een beetje Nederland eigenlijk. Maar hoop dat wij gewoon een goaltje kunnen maken. Kom Marcelo. Oei, jongen. Ja, daar gaat Narsing. Binnen Suniga. Ah, shit. En nou ja, Di Maria scoort er 2-1. En nu gaat hij natuurlijk helemaal tijd rekken. Dus we moeten eigenlijk nu gelijk scoren. Kijk op, goede paas. Ja, Mascherano. Ah, corner. Oké, we krijgen nog kansen. Rodriguez met de corner. Komt weer iemand. Bij Cuadrado. Cuadrado schiet. Weer een corner. Ja, en zit het erop. 2-1 verloren helaas. Dit was het dan. Spreek jullie later.